Jongens, meisjes van Tolgras Gamer, deze week krijg ik iets van 10 van die fidget spinners. Dus als jij wilt dat ik al die 10 aan jullie ga geven, gewoon een giveaway ga doen, like dan allemaal de video, want bij de 2000 likes ga ik dat gewoon doen. Oké, om eerlijk te zijn, ik snap het niet, oké? Opeens, elke kind heeft van die fidget spinners, het is fucking populair geworden uit het niets. En ik dacht, vandaag ga ik onderzoek doen. Ja, en dan ga ik de volgende keer ga ik gewoon het pakketje ga ik openen met al die fidget spinners en ga ik die ook aan jullie geven. Dus blijf op de hoogte voor die video. Tolgan. In plaats van te leren voor je examens, ga je fidget spinners opzoeken. Hey, tot nu toe gaat het goed, oké? Ik moet nog maar 2 examens, ja. Ik heb er al 4 gemaakt die nog redelijk allemaal gingen, oké? Rustig. Fucking HAVO. Oké. Ten eerste natuurlijk op de Google afbeelding kijken hoe zoiets eruit ziet. Ik ben nu aan het kijken en ik heb geen idee waarom het zeg maar zo'n driehoekachtig vorm heeft. Sommige die zijn natuurlijk ook anders. What the fuck is dit? Is het legit gewoon een... Wie de fuck zou dit kopen? Vinden sommige mensen dit serieus mooi? Ik weet niet hoe het nu zit op de basisschool en zo hoor. Maar als ik iemand met dat ding zag lopen in mijn tijd op de basisschool, zou iedereen hem klappen. Behalve ik natuurlijk, weet toch. Maar zulke fidget spinners zijn in ieder geval wel fucking cool. Ik zeg je heel eerlijk, hoe noem je dit? Zulke ninja. Het lijkt wel op die ninja spear dingen, weet je. Zo, en dan, ja, oké. Maar in ieder geval, het ding draait. En om een goede indruk daarop te krijgen, gaan we even op YouTube zoeken. Gaan we YouTube goochelen. Oh, what the hell. Sommige mensen maken zelfs hun eigen fidget spinners. Legit. Dan moet je wel echt heel skeer zijn. Want dat ding kostte echt maar een paar euro of zo. Maar in ieder geval, kijk, dit is hoe het werkt. Hoe fidget spinner. Kijk, het draait. Oh, ja. Oké, kijk, het draait. Het fucking draait. Die match. Deze vind ik wel cool. Kijk, weet je, hij heeft van die coole randen en zo. Maar... waarom draait die randen niet? Ik weet niet. Wat doet ze allemaal? Oké, nou nu gaat ze alles op elkaar zetten. Kijk. Woe. Yay. Oh, ja. Cool. Woe. Woe. Oh my god, het draait. Jongens, geloof je dit? Het draait. Oh, iets is misgegaan. Opnieuw draaien. Mevrouwtje, kan je nou opnieuw draaien? Voor het verdrie dikke mik. Wacht nou al heel lang. Kun je even met je dikke hand die shit draaien of niet? Woe. Woe. Ja. 2 op elkaar. En nu de derde. Dat klinkt trouwens heel verkeerd. 3 op elkaar. Klinkt nog verkeerder dan ooit. Hey, en ze draaien allemaal. Misschien ben ik het. Maar ik zie niet echt waarom dit zo leuk kan zijn. Ik weet het niet hoor. Legit, iedereen koopt dit ding. En bedrijven maken miljoenen hieraan. Ja, ik snap het gewoon niet. Fidget spinner tricks. Want je hebt ook trucjes. I call this one. Oké. Okay. Hot potato. De hot potato, jongens. Kijk. Oh, het is zo warm. Coole truc, ja. The no looker. Oh, die was nog trouwens best wel cool. Oh, op je neus. Wow, op je neus! Oké, die is een beetje mislukt. The table spinner. Oh, je kan het ook gooien en zo? Wow, oké, dat is wel gek. Oh, oké. Oké, nou. Willen jullie dat ik die giveaway doe? Willen jullie die fucking fidget spinners? Ik vind het goed. Ik hoef ze niet te hebben. Ik krijg ze sowieso opgestuurd. Like allemaal de video. Ik denk dat we ongeveer bij de 2000 likes dat gaan doen. Abonneer natuurlijk ook op mijn YouTube kanaal. Is ook heel belangrijk. En oké. Ik denk dat ik een beetje een idee heb wat überhaupt die dingen zijn. Dus dat is goed. Dat is goed. Zet in de reacties wat jij eigenlijk allemaal doet met zo'n fidget spinner. Ja, doe je trucjes mee of gooi je het op je broertje of zo. I don't know. Zet het in de reacties. Ik ben benieuwd. Dan zie ik jullie weer ooit.